Goedendag, ik kijk naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Op de satellietfoto zien we veel wolkenvelden boven Nederland hangen. Die je horen bij een koufront, maar het koufront levert amper een bui op. Heel misschien lokaal een buitje. Want op de meeste plaatsen zijn er wolkenvelden, maar in de loop van de ochtend ook steeds vaker flinke zonnige perioden. temperatuur loopt dan lekker op en vanmiddag wordt het dan echt weer warm. 24 tot 27 graden in Brabant mogelijk 28 graden. Bij die temperaturen kan in het oosten misschien een bui ontstaan, maar de kans daarop is klein. De wind is in het algemeen rustig, alleen aan zee windkracht 3 tot 4. Vanavond zijn er flinke zonnige perioden blijft het nog lang warm. In de nacht koelt de temperatuur af tot een graad of 17. En morgen barst de zomer dan los in Nederland. De temperatuur loopt op naar zo'n 27 tot 30 graden en er trekken een paar wolken over het land, maar er zijn ook flinke zonnige perioden. Plaatselijk kan het zelfs 32 graden worden. Zaterdag wordt het nog warmer, dan kan het lokaal 33 graden worden, en in een groot deel van het land wordt in ieder geval de tropische waarde van 30 graden gehaald. Pas in de avonduren neemt de kans op een onweersbui toe. Zondag valt er overal misschien een bui, maandag trekken de buien weer weg. Ik ben Michiel Severin van weerplaza.nl